Ik gaf laatst een presentatie bij een bedrijf wat zijn hele organisatie had omgegooid. Er waren heel veel managementlagen weggesneden en er was heel veel nieuw aanstormend talent aangenomen. Allemaal bruisend van energie en klaar om de wereld te veroveren. Na afloop van mijn presentatie werd ik door een aantal mensen aangesproken. Ik had namelijk gezegd dat als je stopt met de helft van wat je doet en de andere helft twee keer zo goed doet, je waarschijnlijk drie keer zo snel gaat. Ik zeg dat regelmatig en het had ook nu weer flink wat losgemaakt. Maar waarom zeg ik dat dan? Omdat bijna 1 miljoen Nederlandse werknemers last hebben van burn-out klachten. Ze worstelen met hoge werkdruk, met allerlei ratio's en KPI's waar ze aan moeten voldoen. En met een stortvloed van steeds maar weer nieuwe opdrachten en projecten, terwijl de bestaande werk ook gewoon door moet gaan. Dat moet toch anders kunnen, zou je denken? Waarom niet gewoon stoppen met alles wat geen meerwaarde heeft? Dat zorgt toch voor meer focus, meer slagkracht, voor betere prestaties en uiteindelijk voor veel meer betrokkenheid. En dat laatste, die betrokkenheid, dat is hard nodig ook. Want volgens jaarlijkse cijfers van onderzoeksbureau Gallup voelt 80% van alle Nederlandse medewerkers zich nauwelijks tot niet betrokken bij zijn of haar werk. En zelfs 12% actief onbetrokken. Het doet ze allemaal niets. Schokkende cijfers. De meeste bedrijven werken dus eigenlijk maar op halve kracht. Terwijl andere onderzoeken juist hebben aangetoond dat bedrijven die wel betrokken medewerkers hebben juist 50% productiever zijn en bijna 100% minder verloop hebben. Die werkdruk en die onbetrokkenheid, dat zijn grote gele vlaggen. Erg belangrijk om daar eens goed bij stil te staan. Om te bedenken hoe het anders kan, hoe het beter kan. Verbeteren door te versimpelen, zou het kunnen? Vast wel. Want als je stopt met de helft van wat je doet en de andere helft twee keer zo goed doet, dan ga je niet alleen drie keer zo snel, maar dan wordt het waarschijnlijk ook vier keer zo leuk. Heb je zelf vragen of ideeën over groei? Laat het me weten. Want samen leren we elke dag meer en worden we elke dag een stukje beter. En je weet, vandaag kijken, morgen doen.